Ja, doet je? Test, test. Goedemorgen allemaal. Het is nog vroeg, maar ik ben er klaar voor. Deze week staat in het teken van ontbijten. Ik ben echt benieuwd hoe onze spits Tom van Weert ontbijt. Jullie ook? Goedemorgen, Bonnie. Hey, Tom. Heb je voor mij de yoghurt? Jazeker. Ja, dankjewel. Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik zag dat je net lekker ontbijt hebt opgeschept. Ja, dat klopt. Ik heb 2 boterhammetjes gepakt. Bruine boterhammetjes met een plakje kaas en een beetje boter erbij. En daarbij heb ik een bakje met yoghurt, met rozijntjes en nootjes en een beetje havermout. En dan eindig ik vaak met een stukje fruit, met een banaantje of een appeltje. Is er een speciale reden waarom je deze dingen kiest, zowel yoghurt als brood? Nou, ik denk dat je van alles wat binnen moet krijgen en ik vind het ook nog eens lekker. Dus ik denk dat die combinatie heel erg goed is. Het is belangrijk om iedere dag te beginnen met een goed en gezond ontbijt. Het ontbijt van Tom zag er goed uit. Waaruit bestaat nou eigenlijk een goed ontbijt? Een belangrijk deel van je ontbijt, dat zijn de volkoren producten. Denk bijvoorbeeld aan volkoren brood, zoals je dat hier ziet liggen. Of denk bijvoorbeeld aan havermout. Van de havermout kan je lekkere pap maken. Nog meer volkoren. Volkoren crackers is een goede aanvulling op je ontbijt. Daarbij kun je iets drinken. Denk aan gewoon naturel melk of naturel yoghurt. Dus niet met een smaakje, niet met extra suiker, maar gewoon de witte variant. Ja, en wat is er dan lekkerder dan in die yoghurt een beetje vers fruit te doen? Eventueel wat zaden of pitten. Denk aan die lekkere pompoenpitten. Dat ziet er ongeveer zo uit. Maar je kunt er ook nootjes doorheen doen. Denk aan wat amandelen of wat walnoten. Niet te veel, maar een paar. Super lekker voor de smaak en hartstikke gezond. En natuurlijk nog iets op je brood. Denk aan een plakje kaas, denk aan een plakje vleeswaren. Maar ook fruit is ontzettend lekker op je brood. Denk aan plakjes aardbei of plakjes banaan. Super lekker, super gezond. Nou, ik ga beginnen aan mijn ontbijt en dan heb ik straks goede energie om lekker te trainen.